Ja, dan op zoek naar deze twee dames. Die hebben een dubieus talent. Ze blinken uit in zakkenrollen en doen dat door Noord- en Oost-Nederland. Samen met een vrouw die inmiddels herkend is. En daarom hebben we haar op de volgende beelden onherkenbaar gemaakt. Het eerste staaltje van hun brutaliteit zien we in Dalfsen, waar de vrouwen maandag 29 september het Kruidvat binnenlopen. Eerst de vrouw die we nog zoeken, daarna de al herkende dame. Dan volgt een 68-jarige mevrouw die boodschappen wil doen, en vlak erna de jongste vrouw in het complot. De eerste vrouw gaat snel de winkel in. De oudere vrouw met het donkere haar hangt wat bij het slachtoffer, maar uiteindelijk is het de jongste die toeslaat. Kijk hoe ze wacht op een goed moment. En onder het toeziend oog van de anderen vist ze zo een portemonnee weg. Omdat hun slachtoffer dat al snel bij de kassa merkt, kan ze op tijd haar pasjes blokkeren. Zaterdag 25 oktober duiken twee van de vrouwen op in Zuid-Laren, opnieuw bij een Kruidvatfiliaal. Eerst de vrouw met het halflange roodblonde haar, daarna haar handlangster. De eerste vrouw lijkt het brein van de nu volgende diefstal. Kijk hoe berekenend ze werkt. Ze gaat in de drogist op zoek naar de accessoires. Achter het schap hangen handtassen. Waarom heeft ze die nodig? Hun beoogde slachtoffer is deze 85-jarige dame met rollator. De vrouw linksonder heeft precies gezorgd dat ze een tas heeft gepakt die op de hare lijkt. Minuten draaien ze om haar heen, tot ze nu gaan toeslaan. En weg zijn ze, met cashgeld en pasjes van de vrouw. Al lukt het ze niet om te pinnen, omdat ook zij de diefstal al bij de kassa ontdekt. Donderdag 9 oktober slagen hun plannen wel in bolzwart, wanneer ze de bankpas stelen van een 83-jarige mevrouw die bij de groenteboer even haar portemonnee weglegde om haar boodschappen in haar rollator te leggen. Hier zien we in de bank de roodblonde vrouw daar heel blij mee zijn. Al deze beelden staan natuurlijk ook op onze site. Binnen een maand dus sowieso 3 gevallen. Maar het zou heel goed kunnen dat deze vrouwen daar in de regio veel vaker toeslaan. Trekken aan de bel als u ze ergens heeft gezien. De al herkende vrouw die komt mogelijk uit Bulgarije. Mogelijk die andere twee dus ook. We willen ook heel graag weten waar deze vrouw hebben verbleven. Misschien hebben ze dat wel samen gedaan. Geef uw tips nu door. Dat kan ook door nu te klikken via live.politie.nl.